Welkom terug. Ik praat met Michel Doomst van CD&V over elektronische stemmen en informatiebeveiliging. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Er wordt in 145 Vlaamse gemeentes nog met potlood en papier gestemd. Wie beslist hoe er wordt gestemd eigenlijk? Zijn dat de gemeentes zelf? Het zijn de gemeenten zelf die daarover beslissen. En daar blijkt dus toch wel nog altijd een zekere terughoudendheid tegenover elektronisch stemmen. Ik denk dat dat winstgevend is door de bevolking. Mensen hebben graag hun stem in eigen hand. En met een potlood letterlijk is dat ook echt zo. En tegelijkertijd natuurlijk is het zo dat al de geruchten rond hacking, rond het feit dat een computer altijd kan falen, blijkt dat toch wel nog een terughoudendheid ten opzichte van dat elektronisch stemmen te laten geworden. En dus de vraag is, wat is daar de toekomst? En daar denk ik dat we er niet buiten kunnen dat dat elektronisch zal zijn. Hoe is het in uw gemeente in Gooik? Bij ons is het nog potlood en papier. 6 landelijke gemeenten. Er is er eentje nu die de sprong heeft gemaakt. En ik moet zeggen, ook mijn reserve heeft wat te maken met het feit dat ik merk dat Nederland terugkeert naar potlood en papier. Dat Wallonië terugkeert naar potlood en papier. Ik heb het ook daarnet aan de minister gevraagd. Zij zegt het heeft te maken met vooral de wil om financieel inspanningen te doen voor het materiaal. Maar ik blijf met de vraag zitten, is het dan toch niet het feit dat men daarna terugkeert een teken aan de wand dat in de systemen naar enerzijds juiste stemopname en anderzijds mogelijke aanvallen van buitenuit, dat dat toch nog altijd fragiel blijft. Ja. En vandaar een beetje onze reserve ook. De minister vreest nochtans niet dat er hier zo'n toestanden gebeuren à la Cambridge Analytica, maar u dus wel. Ik blijf reserves houden, ik blijf voorzichtig. En ik heb haar vooral gevraagd, kunt je garanderen dat het inderdaad zo zal zijn? En zij heeft gezegd, vanuit de administratie zijn wij voldoende bewapend om dat te doen. Want mijn vrees was ook een beetje, zijn privéfirma's daar niet de dominant in? Die verkopen hun software en hun hardware. En ja, wij moeten dan maar volgen. En soms had ik de indruk, ligt het lot niet te veel in de handen van die privéfirma? Die zegt, maak u geen zorgen, dat is allemaal goed geregeld. Maar ik heb goed de administrateur-generaal ook in het oog gehouden, die mij toch de indruk gaf om nogal ferm ook vanuit de administratie te zeggen, wij zijn voldoende bewapend om te kunnen tegenargumenteren als het nodig is. Dus het heeft niets te maken met financiële overwegingen dat gemeentes dat niet kunnen dragen? Of is het Vlaanderen die daarin bijspringt? Vlaanderen zou een duwtje mogen geven. Ik heb dat ook aan de minister gevraagd om ons daar in die goede richting te duwen. Maar het heeft zeker bij ons niet alleen te maken met louter financiële overwegingen. Het is ook de vrees, zitten er toch geen gaten in de kaas? En zitten we daar op het juiste spoor? Maar mijn aanvoelen is ook, in de digitale evolutie die we hebben, dat die toch op termijn moet opgelost worden. En je voelt ook in de bezetting van personeel. Want als je natuurlijk manueel nog moet ook tellen, betekent dat een hoop volk dat je heel veel uren belast. En dus in die zin denk ik dat we naar de toekomst toe daarvoor moeten kiezen. Maar het duwtje van Vlaanderen zou wel gekomen zijn. Oké, maar over gaten in de kaas gesproken. De burgemeester geeft de kieslijsten aan de partijen met de gegevens van de mensen die in hun gemeente wonen. Daar staan gegevens van het bevolkingsregister in. Denk aan naam, adres, geboortedatum. Hoe weet een kiezer zeker dat die gegevens niet worden misbruikt? Het mag niet misbruikt worden, maar de wetgeving zegt wel, en dat is een beetje in het kader van de openheid en het democratische spel, dat iemand die kandidaat is, dat die inderdaad een kieslijst kan vragen en dat die met andere woorden zijn mogelijke kiezers kan benaderen. Die gegevens zijn beperkt. De voornaam, de voornamen, de familienaam, de geboortedatum en het adres. En het mag ook alleen maar in het kader van de verkiezingsbezigheden worden gebruikt.
Het is dus niet zo dat je die daarbuiten kunt gebruiken om te zeggen, we gaan hier een leuk verjaardagsfeestje en ik ga wat mensen uitnodigen en eens kijken wie er op de kieslijst staat. Nee. Het mag alleen maar in kader van verkiezingen. Maar een partij of een kandidaat kan wel bijvoorbeeld enkel 25ers aanschrijven, 32ers. Klopt, de wetgeving zegt dat je dat kan. Dat je dus die lijst mag hanteren om uw publiek aan te spreken. Maar ook enkel en alleen binnen de kiesgegevens. Maar die gegevens zouden net zo goed kunnen worden doorverkocht aan een reclamebureau? Ja, maar dan is dat strafbaar. Ik weet niet welke straffen erop staan, maar is in elk geval verboden, streng verboden, om dat zelfs maar voor een familiefeestje te doen, laat staan om het dan inderdaad privé aan een firma te gaan verkopen. Alleszins is wel uit Audit Vlaanderen gebleken, met betrekking tot informatiebeveiliging, dat lokale besturen echt nog wel tekort schieten wat betreft het beveiligen van persoonsgevoelige informatie. Ik denk dat daar een evolutie bezig is. Dat is nu pas begonnen, maar met de nieuwe wetgeving voel ik wel bij de ambtenaren en de politici een grotere terughoudendheid nu om daarmee om te gaan. Maar ik geef toe als lokaal bestuur dat je soms nogal open bent in die dingen. Wie is er gestorven? Welke geboorten zijn er? Welke huwelijken? Allee, het maakt een beetje deel uit van dat sociale leven dat natuurlijk in de praktijk op het terrein sterker is dan hogerop. En vandaar dat men daar in het verleden misschien af en toe te nonchalant is in geweest. Dat blijkt ook uit de audit, dat men daar op dit ogenblik nog niet voldoende know-how en expertise in heeft. Maar ik voel wel dat dat in de goede richting evolueert. En dat de laatste jaren men daar veel terughoudender en voorzichtiger in is geweest. Maar uit de audit blijkt dat er nog werk is. Mm-hmm. En dat we dat vlak nog als er nog niet voldoende know-how is, en we leggen het samen met het feit dat dat kandidaten beschikken over die gegevens uit het bevolkingsregister, dat is misschien een gevaarlijke cocktail. Maar de twee bij elkaar gooien lijkt mij het niet nodig. Dit is nu uitzonderlijk voor verkiezingen, die toch natuurlijk een open gegeven zijn en een openbare discussie. Maar het gaat natuurlijk naar de beveiliging ook over het dagdagelijks gebruiken van data in het kader van bewerkingen die moeten gedaan worden in de gemeentelijke administratie en waar ambtenaren ook nog meer dan vroeger heel voorzichtig moeten zijn en duidelijke spelregels moeten kennen om daarmee om te gaan. En op dat vlak denk ik dat we nu goed begonnen zijn, maar dat er nog veel werk is om dat effectief in de feiten dagelijks controleerbaar te maken. Ja, goed begonnen, maar stemmen met de smartphone, dat zit er ook nog niet meteen in voor de toekomst. Dat is nog wat voorbarig. Ik heb wel de vraag aan de minister gesteld, omdat ik denk dat we daar wel ooit naartoe gaan. Dat voelt je, die digitalisering, zoals die de laatste 10 jaar vooruit is gegaan, duidt aan dat het de volgende 10-20 jaar nog grotere sprongen gaat maken. Maar de minister heeft daar ook geantwoord, en dat was ook wel een beetje mijn reserve, waar zit dan nog de geheimhouding? Want dan ben je beïnvloedbaar en kan je eigenlijk je smartphone ook gebruikt worden door anderen. Dus ik denk dat die omgeving nog gevoeliger is voor verkeerde aanpak en dat dat nog wat vroeg is. Maar het helemaal uit de wereld willen helpen of zeggen dat gaat niet gebeuren, lijkt mij niet juist. Ik denk dat dat ook een richting is in de toekomst die er zit aan te komen en die we op tijd ook moeten voorbereiden. Ja, want het was een valabel argument, hè, wat de minister aanhaalde, stemmen in groep of onder groepsdruk. Ja. Het moet in een geïsoleerde omgeving dan gebeuren, ja, ik denk u? Dat nog altijd op dat vlak heilig is dat de kiezer zijn of haar stem persoonlijk uitbrengt zonder inmenging van buitenuit. En daar is inderdaad de piste van de smartphone, ik denk, nog te delicaat en nog niet voldoende uitgewerkt om toepasbaar te zijn. Oké, dank je wel voor dit gesprek. En dank dat u keek. Morgen kan u bij ons opnieuw terecht vanaf 2 uur voor het vragenuurtje in het halfrond.